Welkom bij deze tutorial waarbij wij een waterval gaan aquarelleren. Ik heb een mooi getint aquarelpapiertje gevonden. En ik doe de opzet, zeg maar zelf, eerst even met een houtskoolpotloodje. Je kan dat ook doen met een grafietpotloodje. Want er is nogal wat aan de hand bij deze waterval. Die komt van een hele hoge hoogte. En er zit ook een verbindingsbrug tussen de twee ravijnen in. Erg mooi. En je ziet ook dat die waterval zelf, die wordt van boven heel smal naar beneden toe steeds wat breder. Dus een heel mooie foto vind ik zelf. En het is het zeker waard om hier een mooie aquarel van te gaan maken. Dus dat gaan we uiteraard dan ook doen. En hier zie je dus die waterval. Die komt dus van een hele hoge hoogte. Een beetje verder van ons weg. En die komt dan zo langzaam naar voren. En wat we ook zien, dat zijn dus van die klifrotsen met bomen. En vind je het leuk om een keer met mij live mee te tekenen? Dan kan dat via schilderclub.nl. Dus check maar eens op Google schilderclub.nl en dan kun je je daar inschrijven. Goed, wat ik verder zie, dat zijn aardig wat richels in die rotswanden, zeg maar. Dus die geef ik ook even een beetje aan met dat houtskoolpotlood. En verder dus bomen aan de zijkant. En hier helemaal vooraan, daar zien we ook ietsjes meer detail. Je ziet het echt stap en trapsgewijs, zeg maar, naar ons toe komen. Dus ik vond het echt zo'n mooie foto. Dat het gewoon kriebelde om hier eens eventjes naar te gaan kijken. Dan heb ik hier een vulpen gevuld met Parker inkt. Deze inkt is in water oplosbaar. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks te werk zal gaan. Hoe dat eruit gaat zien als ik hem met het water ga bewerken. En wat ik eigenlijk doe met die niet watervaste inkt is gewoon het volgen van de voorschets die ik maakte. En dat deed ik dus met houtskool. En dat doe ik ook bewust omdat grafiet is heel erg slecht te zien op camera. Dus vandaar dat ik dan kies voor houtskool. Maar je kunt dus je voorschetsje eventjes maken. Ook net zo goed met grafiet potlood. Geen enkel probleem. Nou, verder met de inktpen. En die inktpen is natuurlijk veel donkerder van tint om te zien dan de dunne lijntjes van de houtskool. En erg mooi om daarmee allemaal takjes en blaadjes in te tekenen. En ik zie links wat wilde bomen dus uit die rotsen komen. Een mooie compositie levert dit op. En ik breng gewoon wat van die inkt aan door middel van een beetje arceren en dat soort dingen. En dit is dan die brug. Nou, die brug die heeft een bepaalde dikte. Dus die kleur ik ook in. Dit is dan, je kijkt een beetje tegen de onderkant van die brug aan. Dan hebben we een soort tussenlijn die dan horizontaal loopt. En hier zien we dan de reling van die brug. En die reling heeft natuurlijk allemaal staandertjes. Dit is dan de onderkant reling. En daar zitten dan nog allemaal mooie boogjes in. En die stijlen van de reling. Dus gewoon rustig allemaal inschetsen. En die brug is toch ook, die maakt toch ook wel deze hele compositie heel interessant om naar te kijken. En zelfs als een lijntekening, zoals je hem hier ziet, is die eigenlijk al ontzettend leuk om te zien. Maar goed, ik wil toch zo even kijken hoe dit eruit komt te zien als ik er met water in ga. En dit is een jelly roll pen.
Dat is een soort van witte inkt, zo moet je het maar zien. En die witte inkt is weer watervast. Dus het is best slim om het wit van de brug, om die alvast te fixeren met die witte jelly roll. Want ja, dan blijft die brug mooi centraal staan op de plek. En ja, die zal dus niet gewazigd worden zodra ik daar met water in de rest van de tekening inga. Dus witte jelly roll pen. Zeer mooi voor het speciale effecten, kleine lijntjes en dat soort dingen. Dus daar gebruik ik hem heel graag voor. Nou, tijd om met water aan de slag te gaan. Ik heb een penseel nummer 2 van Casaneo da Vinci. Ik heb een waterbakje en een tissue hou ik altijd bij de hand. Om eventueel de kwast ietsje droger te maken of bepaalde vlekjes op te zuigen. En verder werk ik met een eenvoudig kleurpalet. Een klein beetje Pines Gray en een klein beetje gele oker. En daar maak ik dan een papje van. En dan ga ik gewoon eens kijken hoe die inkt oplost. Dus nou, zo te zien lost die lekker op. Ik heb natuurlijk ook wat pigmenten van de aquarel daarbij gedaan in het penseel. En zo ga ik dan heel voorzichtig langs die randen van de ravijnen en al die rotsrandjes. En die ga ik helemaal af. En waar ik dan wel voor zorg is dat ik dus die waterval uitspaar. Want daar wil ik straks in met witte gouache. En net naast die waterval zie je natuurlijk heel veel schaduw. Ook. Dus dat komt perfect uit. En dit is dan die allerbovenste rand. Dus je ziet al het effect van het aquarelleren. Dat is hartstikke gaaf. En het brengt heel veel diepte mee door er dus een grijstoon in te zetten. Brengt diepte, maakt je schildering echt spannend om te zien. Dus echt ontzettend leuk ook om te doen natuurlijk. Lekker kliederen, zo noem ik dat maar. Ik kijk altijd goed naar de foto. Ik kijk vooral naar licht en donker. Dus waar zitten de contrasten? En dat is toch, het werkt vrij vlot, aquarel. En je kan natuurlijk een complete grafiektekening maken of houtskooltekening. Maar met aquarel ben je heel vlot klaar, zeg maar. En dit is die witte gouache verf waar ik het over had. Die wil ik dan gebruiken voor puur de lucht en de waterval. Dus het papier zelf is natuurlijk een beetje beige-achtig, getint aquarelpapier. Dus dan hoop ik en verwacht ik ook dat het wit van de witte gouache mooi afsteekt tegen de tint van het papier zelf. Nou, mooie strepen naar beneden toe. Dus ik hou alle strepen verticaal. Verticaal. En daarmee benadruk je dan zeg maar ook de val van het water. Hoe het water naar beneden valt. Dus dat werkt heel goed. En hier en daar zie je ook wat water vanaf de zijkant druppelen natuurlijk, van het spatwater en zo. Dus super gaaf, erg mooi om te zien, maar ook erg leuk vooral om te doen. Een soort van levensader die daar uit die rotswand naar voren komt, zeg maar. Nou, helemaal bovenin is dan de lucht.
En die steekt heel licht af tegen die rotspartij. Dus dat helpt ook om diepte en ja, een beetje atmosferisch perspectief te bewerkstelligen. Dus dat is, werkt allemaal in ons voordeel. En hier wil ik het contrast nog ietsje opvoeren. Dus her en der nog even wat donkere effecten in die, net naast die waterval. En daar neem ik altijd netjes mijn tijd voor om de laatste effectjes eventjes erin te werken. En nou, ietsjes lichter maken, die donkere partijen, iets minder scherp. Aquarel is altijd nog heel makkelijk te sturen zolang het nog vochtig is. Dus dat is helemaal geen enkel probleem. En zo krijgen we dus zo'n prachtige waterval. Heel leuk op het papier. Ziet er natuurlijk altijd heel cool uit. Het effect van aquarel is gewoon erg mooi. En hoe die pigmenten samenspelen met de structuur van het papier. Dat is gewoon ontzettend, ontzettend mooi om te zien. Kleine donkere contrasten daarbij. En ik vind die rand toch ook wel leuk om even nog extra donker te maken. En zoals je ziet is dat heel snel gepiept. En zo heb je een mooi effect. Dit is het papier, dat is van Hanemoele. Toont aquarelpapier. Ik zet mijn handtekening en ik zou zeggen heel veel plezier ermee als je hem ook wil gaan maken. De referentieplaten kun je ook terugvinden op mijn Patreon-pagina natuurlijk. En misschien zie ik je ook een keer op schilderclub.nl. Dus tot gauw. Bedankt voor het kijken. En groetjes van Lieneke.